We praten over de verkiezingen voor de nieuwe Tweede Kamer. Op welke dagen kunnen mensen stemmen? Ja, de komende verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn verspreid over 3 dagen. Maandag 15 maart, dinsdag 16 maart en woensdag 17 maart. Welke coronamaatregelen zijn er getroffen? Er zijn verschillende coronamaatregelen getroffen. We hebben kuchschermen tussen de kiezer en de stembureauleden. De kiezers krijgen een eigen stempotloodje, een rode potlood. We hebben heel veel desinfectiemiddelen genomen om te beschermen tegen corona. En we hebben signing aangebracht. Waren er ook meer stemlocaties nodig? Niet meer stemlocaties, maar wel vervangende stemlocaties. Ja. Is het aantal uren op een dag uitgebreid of is dat hetzelfde gebleven? Nee, de stembureaus zijn gewoon nog steeds geopend van 7:30 ochtends tot 9:00 avonds. Het is niet bekend of de avondklok nog dan geldt en dat nog gevolgen heeft. Hoe gaat het stemmen voor oudere mensen of mensen die om wat voor reden dan ook gebonden zijn aan huis? Mensen die niet zelf naar het stembureau kunnen komen, kunnen iemand machtigen. Dat kan met de achterkant van de stempas. En voor de mensen die 70 jaar of ouder zijn, is het briefstemmen in het leven geroepen. U heeft een tijd geleden een oproep gedaan voor vrijwilligers. Heeft u voldoende vrijwilligers? Ja, we hebben heel veel aanmeldingen gehad van vrijwilligers voor de verkiezingen. Dus we hebben genoeg mensen die ons komen helpen. Uw operatie heeft natuurlijk veel tijd en moeite in beslag genomen. Wat was voor u het moeilijkste of het lastigste? Het lastigste bij deze verkiezingen was dat er door het Rijk best wel veel verschillende maatregelen opgelegd werden tot vorige week aan toe. Dat je continu moet anticiperen. En daarnaast natuurlijk alle coronamaatregelen die je moet implementeren. Ja. U werkt natuurlijk namens de gemeente Almelo. Kan de gemeente Almelo garanderen dat alles is gedaan om de gezondheid en de veiligheid van stemmende mensen te waarborgen? Ja, we hebben eigenlijk al voor gezorgd dat we alle coronamaatregelen die we kunnen nemen ter bescherming daarvan hebben genomen. Wat vindt u het spannendste? Het spannendste is inderdaad hoe gaat de spreiding over 3 dagen lopen. Dat is wel heel is iets bijzonders, hebben we nog nooit eerder gedaan in Nederland. En hoe het briefstemmen zal uitpakken voor de 70-plussers, want dat is iets totaals nieuws. Waren er nog dingen waar u helemaal niet aan heeft gedacht? In het begin ben je een beetje verbaasd van wat moet ik allemaal gaan aanschaffen. Je wordt overstelpt door allerlei leveranciers die alles komen aanbieden. Dus dat was wel een grote verrassing ten opzichte van andere jaren, want normaal gesproken is het eigenlijk wel een routine klus. Hoe gaat het tellen van de stemmen? Het tellen van de stemmen mag pas op de woensdag. Dus alles wat maandag en dinsdag al uitgebracht wordt door de kiezers, wordt pas op woensdag geteld. Het gebeurt in de stemlokalen zelf op de woensdag. En voor de uitgebrachte stemmen van maandag en dinsdag gaan we op het werkplein, hebben we een ruimte ingericht. Nog even een vraagje zomaar. En wanneer is het stemmen met de stemcomputer weer mogelijk? Dat ligt helemaal aan de landelijke politiek.